Hey, what's up? Wat vinden jullie van mijn nieuwe pakje? Ja, ik weet niet wat ik er zelf van vind. We moeten eigenlijk even een nieuwe... Oh, man. You cold, man. Here. Take my helmet. It protects you from the cold. Come on, man. Put it on your head. You can do this. Oh, no, man. Okay, ja, we moeten even een andere skin, misschien. Ik weet gewoon even niet zo goed wat ik mooi vind hier in de Ice Cave. Iets blauws lijkt me cool. Gewoon echt zo'n zieke Ice Cave. Oh. Ja, we kunnen dus niet de helm veranderen. Dat is wel een ding. Hyde, Cyclops en allemaal... Oh. Nee, we moeten wel even iets diks hebben, man. Dan gaan we denk ik gewoon naar commissions. Dan staat hier vast wel iets leuks bij. Een mooie... mooi zomersjurkje. Ja, oh, deze hebben we. Avalon hebben we. Black Widow, Gloro. Zo, hebben we al gehad. Pandora, Spartan. Spartan, die hebben we ook al gehad, jongen. Spartan, dat was op Scorched Earth. Toen wij die zieke beest van ons hadden in de grot. Toen we aangevallen werden. Toen heb ik mijn Spartan outfit nodig. Nebula. Oh mijn god, ik weet niet wat ik nou heb gehaald, maar het zal goed zijn. Remove, 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 remove. Oh! Wow! 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 Zo! What the fuck? Is dit? Dit is niet... Wat is dat? Wat een begin van de video. Dit is... Oh mijn god. Oh, nou. Nou, hebben jullie al geabonneerd en geliked? Nog niet. Oh, ik wou dus eigenlijk in deze aflevering de Ice Cave volgen bouwen met al die cliffplatformen die we in de vorige aflevering hadden gecraft. En dat gaan we ook zeker nog doen hoor, maar sorry, ik moet echt even snel naar Joost, want ik heb hier alleen mijn inventory 59 stuks. Oh, dit is... Oké, okay, ik vlieg wel even zo, dat is makkelijker voor de editor. Ik heb voor Joost even snel flesje. Oké, arrivé bij Jones. Jones, Jones. Hey Jones. Is hij niet thuis? Ik verras hem even. Nu lijkt het dat ik een broek aan heb. Maar dadelijk gaat hij meteen uit. Nee, dat is, ik wil eigenlijk gewoon naakt aankomen lopen. Zit hij in zijn grot? Jones, hallo. Wie is hier, Jones? Jonas? Hallo. Hallo, Jonas. Het is leeg, de cave is leeg, man. Oh, hier begint het weer. Ah, Jonas is niet thuis. Dat is wel heel jammer. Een flesje. Kijk. Nou, dan net pech. Dan kan hij mijn goddelijke lichaam niet zien. Moet het broekje wel even bewaren, hoor. Oh, man. Of moet ik hem opwachten? Ik kan niet heel eventjes wachten, maar... Zou die in de omgeving zijn hier? Moet bijna wel, toch? Oké, ik doe even mijn broek weer aan. Nou, hij is gewoon niet thuis. Oké, nou, dan gaan we maar gewoon verder naar... terug naar de Ice Cave. Even een normaal armor inzetten. We hebben veel plezier meegemaakt. Ik moet er nog wel een keer een Jones laten zien. Maar als hij niet thuis is, dan is hij niet thuis. Oh, mijn god. Ik weet ook helemaal niet of dit geblut moet worden, man. Dat is net... Het is niks. Het is... Wat is het? Ja, voor de zekerheid toch wel een blurretje. Maar voor nu doe ik de skin uit. Ik vertrouw het niet. Zo, dan gaan we maar even een nieuw outfit zoeken. Well, fuck it, we gaan wel eerst gewoon even de vloer dichtmaken, zodat we ook even de dingen kunnen doen die we moesten doen. Dat is misschien wel gewoon belangrijker. Oh, ik ben stuk, man. Heerlijk dit. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oké, scoot, scoot, scoot. Oh, oké, jij moet even in je bal natuurlijk hier. Alright, 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 daar gaan we weer. Kijk, drie turretjes hier, komen ze niet zomaar binnen. Oh, wat goed dit. Echt waar. Nou, ik heb mijn cliffplatformen. Die moeten we hier dus even allemaal mooi aansluiten. Kijk, zie je. Dan hebben we hier al gewoon een mooie vloer zo. Zodat die ook een beetje vlak mee staat. Zo. Kijk, zo kun je heel makkelijk die hele cave opvullen, zie je. Dat is makkelijker dan overal foundations voor gebruiken. En dan is alles gewoon mooi vlak egaal. Dan kun je gewoon doen en laten wat je wil. En meteen al die dino's, die zitten hieronder. Dus heb je ook geen last meer van. Maar laat ik ze wel maar even killen. Vooral die polar bears. Oh, die glitch gewoon er doorheen. Ja. Hoezo zijn jullie weer gespand trouwens? Zo, die staat ook weer. Kijk eens allemaal mooi. Mooi! En hier kun je ook over van die dingen plaatsen, maar hier hoeft het niet. Dan gaan we daar even naar een ander plekje gaan. Het water ook even dichtgooien helemaal. Kijk eens aan, man. Dat is wel dik, hoor. Hier kun je dus omlaag. Je kunt er zo ook gewoon meerdere verdiepingen maken met die cliff-platform in principe. Ja, dat is toch mooi? Boah, verdomme. Dit is gewoon hartstikke mooi, man. Hoppa! Lekker, man. Wow, zo.
Lekker man. Ja, dat is goed. Dan gaan we gewoon weer een verdieping omlaag. Gaan we hier ook weer het hele water dichtbouwen met allemaal van die platformen. En moet je even kijken dadelijk wat voor ruimte we hebben om te gaan werken hier, man. Dat is echt niet normaal. Dan lijkt het ook goed dicht te zitten hier. Oh, je hebt die loedron nog. Die kun je nou nog mooi pakken. Oké, chill. Alright, dan zit het ook... Oh nee, wacht. Hier nog even. Zo. Nou, dan zit het ook sowieso dicht, toch? Dan kunnen we hierboven nog allemaal veel verdiepingen maken en zo, weet je wel. Dat komt allemaal wel goed. Ja, dit is dik. Heel mooi, heel mooi. Dan gaan we weer even naar de volgende toe. Kijk, is dat hier? Dit zit al dicht. Oh, wat is dit dan? Dit ziet er ook heel cool uit. Oh, dat is dit stukje. Oké. Ja. Oh, het ziet er echt dik uit van hier zo, man. Als het helemaal zo vlak is met die metalen vloer, dan die ijspegels erbij. Die kleurencombinatie ook gewoon, man. Dat is dik. Nou, hier kun je nog verder. Hier omhoog. Maar hier ga je dus gewoon hier naartoe. Oké, laten we dan hier even omhoog gaan via deze kant. Kijken of hier nog iets dichtgebouwd moet worden. Dit is ook al dichtgebouwd. Hebben we dan alles dichtgebouwd? Dit sluit op hetzelfde aan weer. Dus je hebt gewoon 1, 2, 2 verdiepingen. Dan heb je daar verdieping 3. Dat is bij de ingang al. Ja, dus je hebt eigenlijk 3 verdiepingen hier. Ja, je hebt 3 verdiepingen. Oké, sick. Alright. Nou, goed. Dan hebben we eigenlijk alles al dichtgebouwd, denk ik, of niet? Ja, we kunnen hier aan de buitenkant nog wel even... Hier kan nog eentje. Zo. Hoezo Spanje hier nog? Hier kan er nog eentje, zo. Zo. Dan heb je hier de ingang. Dan kunnen we natuurlijk ook hierboven nog even een platformpje doen. Dan kunnen we daar metalen pilaren zo aan hangen. Voor de turrets. Ja, deze steekt wel net iets te ver omlaag eigenlijk. Multi-tool. Nice. Goeie pick-up. Doe ik het zelf lekkers. Zo. Oké. Nou, dan hebben we alles mooi dicht zitten. Dan is het eigenlijk al tijd om gewoon even een dead walletje te plaatsen. Goede foundations te bouwen. En even deze skins weg doen. Die zijn heel naar. Foundation. We kunnen ook gewoon de tech maken nou natuurlijk. Oh my god. Kijken of we nog even S+ tech engrams kunnen unlocken hier. Kijk, tech rampy, ceiling foundations. Floating foundations. Tech bridge kan ik ook. Oké, tech bridge. Slope the roof. Tech gravity grenade. Civilians console. Tech face pistol. Yeah, sick. En dit kan allemaal nog niet. Tech oil pump. Echt een ding. Holy shit. Tech elevator. Triangle foundation. Elevator. Pillar. Tech foundation dingen. Tech pillar. Jezus man. Nee, dat kan ik allemaal nog niet. Die heb ik nog niet geleerd. Tech catwalk. XL wall kan ook nog niet. Tech storage. Oké, dat waren alle tech dingen. Maar wat ik vooral even wil checken. Tech. Dan hebben we ook cliff platform eigenlijk. Een tech cliff platform. Kost 80 element. Jezus man. Tech pillar. We gaan even voor de tech pillars. Die kost 1 element per stuk ook. Maar ja, die craften gewoon even een boel. Craft amount 30. Large pillars. Oké, dat is voor de dead wall hier. Oh, het duurt al lang met de craft, man. Holy shit. En dan willen we dat hier gaan doen. Demolish. Demolish. Hier komt een... hier komt zo een muur. Tak. En tak. En tak. Even mijn hatchet. Heb ik die nog? Die kristallen hier weghalen die weggehaald kunnen worden. Deze denk ik niet. Nee. Maar hier bijvoorbeeld. Deze kunnen sowieso weg. Had ik eigenlijk mijn mining drill voor willen hebben. Dan ging alles... Dan kreeg ik nog een beetje materialen. Zo. Hier net zo goed. Oh, hier kun je niet heen, hè. Maar ja, hier kun je ook al een mooi iets maken, eigenlijk. Het ziet er ook hartstikke vet uit al. Damn. Ah! Vet! Mooie plek. Ik vind deze plek mooier dan mijn Luna Cave. Shit. Moet je niet hebben. Nou, ik raak verliefd op deze plek. En dan gaan we weg bij de Luna. En houden we die niet meer in de gaten, weet je wel. Weer geen gigas. Gigas zijn schaars. Damn, gigas. Why you do this? Dan gaan we gewoon even met deze tech dingen. Tech pillars. Gaan we even vast een muurtje bouwen. Zo. En dat moeten denk ik even op een of andere manier mooi. Zodat deze ingang afgesloten wordt, weet je wel. Dus dan gaan wij denk ik hier zo. Tak, 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 tak. Een schuine streep zo neerzetten. Met een 1 lijn door. Tak, 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 tak. En tak. Oké. En dan moeten we die hier ook neerzetten hier tussenin. We moeten wel even goed gaan snappen nou, want... Oké, ja, die snapping points werken een beetje lastig met dit. Laten we gewoon eerst even foundations neerzetten. Een dure tech foundation is ook zo lang om te maken. Ja, die duurt ook zo lang. Waarom duurt alles van tech zo lang om te craften, man? Wat is dit nou weer? Godverdamme. En aan deze kant ook. Dus dat je gewoon meteen helemaal ingesloten wordt met turrets als je hier binnen durft te lopen. Dat is een beetje het idee. Zo. Nou, wacht. Zo. Oké. Dan kan hier op... ook een beetje gedaan worden. Deze nog wel in die rij, ja. Zo. Oké, dit werkt. Alleen dan willen we deze eigenlijk net iets dichter... Ja, nou ja, het gaat wel. Dit werkt wel. Hier nog even een extra pilaatje bij. Zo. Bro, rustig, man. Kiek in mijn ademen hier onder mijn platform, gek. Right, maar dit beschouw ik wel gewoon als een prima deadwall. Dan hier achter mooi de ruimte, zo.
En deze ingang wordt dan gewoon heavily guarded. Kan ik dit nog hoger doen? Ja, dan moet ik eigenlijk iets met pilaren hebben weer. Maar ik moet nou eigenlijk de tech doorframes hebben. Met dubbel doorframes kan ik nog niet maken. Dan moet ik dus die dragon boss voor verslaan. Dus eigenlijk heeft het ook helemaal geen nut om techpilaar te gebruiken. Maar ja, fuck it, is ook gewoon leuk eigenlijk. Techpilaar. I don't give a shit, man. Easy, easy money. Dan gaan we even 30 in de craft zetten. Oh nee, wacht. Laten we eerst even de double doorframes maken. En dan de tech pillars. Hittig. Zo, en dan willen we nog even de foundations hebben. Of heb ik die al? Nee, die heb ik nog niet. Ik hoop dat het werkt, wat ik nou aan het doen ben. Het gaat wel een beetje schuin allemaal. Eigenlijk nog iets meer tech foundations hebben. Ja, het ziet er wel vet uit. Ja, dat sowieso. Het ziet er gewoon dik uit. Dan zetten we dit even stil. Ja, weet je, laat maar gaan. Tech foundations. Dijon, daar moet ik ook gewoon een paar van hebben. 30. 30? Oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon dubbel doorframes plaatsen, of niet? Gewoon degene doen wat wij zo leuk vinden, Narik. Wacht, laten we. Ik moet eigenlijk even een tech suit hebben, man. Dat is veel makkelijker. Heb ik daar niet bij? Nee, die moet ik hebben. Ah, ik heb geen Black Pearl hier. Nee, ik heb geen Black Pearl. Kan niet maken. Helaas. Helaas, helaas, helaas. Right, die pilaren, die zet ik even hier bovenop bij, zo. Hier ook. Ja, moet dat hier ook? Hier sowieso. Zo. Oké, okay, nou, dubbel doorframes. Oké, okay, dan heb ik deze doorframes zitten, ja. Dan moet ik het hier ook nog doen. Ja, hier heb ik de foundation nog niet voor, dat is jammer. Hier, alleen deze gaan we allemaal iets hoger weer. En dan moet ik eigenlijk weer net even een extra foundation hebben hier. Oké, okay, de foundation. Ja, eigenlijk moet ik hier ook nog even eentje zien te plaatsen met die doorframes zo omhoog. Doe ik het wel gewoon even zo op deze manier. Oké, okay, dan zet ik deze van deze even snel neer. Oké, okay, zo. Het begint er al indrukwekkend uit te zien, hoor. Oh, ik vind dat dik, man. Dead walls bouwen. Als je dan die binnenkomst hebt, moet je gewoon even simuleren, weet je wel. Dan zijn ze eindelijk door dit kleine spleetje heen hier. Dan komen ze hier. Oh-oh. Shit. Weet je wel. Shit. Alleen die turrets die zijn een beetje waardeloos, maar die reachen daar niet lekker. Maar ja, goed, fuck it. Dat is gewoon prima. Ik hou het zo. Of ik moet hem misschien toch wel iets dichterbij zetten. Ik denk wel dat dat dikker is ook eigenlijk. Ja, dat is dikker. Oké, okay, fuck it. Meekomen. Jullie allemaal. Oké, okay, dan doen we het gewoon zo. Nou, dan moeten we dus wel weer een paar pilaartjes hebben die zo mooi aansluiten. Maar ja, goed, dat kan dadelijk ook. Hoppa, nou is het al iets efficiënter deze kant van de muur. Sluit het nou gewoon mooi schuin op elkaar aan. Jong! Het is prachtig. Nee joh. Oh, lekker. Oh, dat is heel goed. Oh mensen, de G-Portal God gaat trots op mij zijn hier joh. Ongekend, ongekend. Wat ik hier neer aan het zetten ben, de G-Portal God. Jamie, mag ik bij jou intrekken? Je hebt zo'n mooie basis. Natuurlijk G-Portal God. Natuurlijk mag jij dat. Natuurlijk. Hebben jullie al G-Portal service gehuurd mensen? Als je op het linkje klikt in de beschrijving, krijg je gewoon een korting. Op je game service. Wist je dat al? Zeker. Nou, hop. Kom op. Hop, omhoog. Ik moet dadelijk meer dubbel doorframes hebben, man. Oké, okay, die is helemaal dicht. Hier nog een beetje zo. Hoppa. Hoppa. Oh, ik ben wel blij dat de gravity hier normaal is, man. Ik ben er wel een beetje klaar mee dat de gravity weg is in mijn basis en bij mijn base location, weet je wel. Dat maakt het allemaal zo vet ongemakkelijk. Zit het er allemaal al in? Hier nog niet. Terwijl dat er mooi zo plafond in loopt, weet je wel. Dat is wel het vetste. Alleen dan moet ik hier even kijken, want hier is nog wel een iets ambitieuzere opgave. Zijn ze nog op? Ze zijn op! Nee joh! Met double doorframes. Oh nee. Zo. En dan wil ik ook weer even tech pillar. Oké, okay, nou, er zitten alle doorframepjes erin, of niet? Ja, hij zit mooi dicht. Daar kan er nog eentje bij, zie ik. Ja, oog voor precisie hier, jongen. Ongekend. Hier houdt hij op, maar... Oh, niet? Daar wil er niet bij. Oké, okay, nou, dan zijn we klaar. Hoppa, kijk eens aan man, dat is toch gewoon een lekker muurtje zo. Alleen nog even overal turrets bijzetten en dan komt dat goed. Even kijken waar ik de turrets neerzet. Doe ik dat aan de binnenkant van de wal? Ik denk het wel, hè. Ja, dan moet ik even mijn hedgeframes ook weer hebben. Nou, dit kan weer even stoppen. Hedgeframes. Large metal hedgeframes. Nou, craft amount, doe maar een stuk of 50. Zo. Oh. Ah. Ah. Jezus. Dat ging goed. Zo, de hedgeframes. Zo. Die aan de binnenkant neerzetten. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Zo, zo, zo. Hier ook weer. En zo, zo, zo. Oh, die zit te laag, man. Zo. Nou, kijk eens aan, joh. Wat mooi. En hier ook. Zo. Oké, okay, nou, dan hebben we hier ook weer een laagje op zitten. Zit die nou allemaal één lager dan? Of lijkt dat dan maar? Nee, die zit wel net zo hoog. Oké, okay, alles zit net zo hoog. Dat is mooi. Dan moet ik even die pilaren die ik over heb, die moet ik hier nog even tussen zetten.
Tak, tak, tak. En tak. Nou, hoeft het niet per se. En dan kunnen we hier nog wel even een paar tussen zetten. Voor wat ik over heb, weet je wel. Hier sowieso nog even eentje tussen. Zo. En die. Oké. Ja, dit is mooi. Ja, dit is top. Wel ziek hoor. Heel dik. Zo. En dan gaan we hier gewoon weer hetzelfde doen. Zo. Oh, jezus. Ja. Nou, die zitten allemaal. Dan gaan we hier naartoe. Kijken, hoe gaat dit? Want dat gaat allemaal heel schuin natuurlijk. Nee, nee. Maar dan moet hij hierop aansluiten. Wacht, ik ga even via de andere kant beginnen. Oh, wacht, hier kan niet meer echt iets tussen zelfs. Hier kan geen tweede laag meer tussen. Even kijken hoe ik dit op ga lossen dan. Ja, hier sowieso wel. Ja, hier zit wel diep erin, dat kan niet. Het gaat ook net niet zeker. Nee. Nou... Jawel, hoppa. Nou, die staat nog. Oké, mooi. Nou, dan hebben we hier ook al meerdere lagen in zitten. Dan moeten we misschien kijken of we van die kant nog een laag erin kunnen doen. Deze zit in ieder geval mooi dichtgebouwd. En die ook, denk ik. Ja, deze ook. Maar dan moet ik even kijken of ik gewoon nog even custom lagen erbij ga maken. Dat wel lukt. Maar nou zit er gewoon genoeg ruimte tussen natuurlijk. En dan kan er veel minder worden, die ruimte. Maar ik kan ook nog met het dak werken natuurlijk, hè. Dus dat ik aan het dak turrets ga hangen. Ja, het kan wel. Ik weet alleen of ik er nog turrets op kan zetten hier. Zo. Oké. Nou, dat is dik hoor. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Wat verdamme. Dan moet ik even nog mijn turretje zelf ertussen zetten hier. Zo. En dan komt, er helemaal niemand meer binnen hier. Alleen ik zelf. En mijn giga's. En mijn gachsaurussen. Heel goed. Turret. Kijken of ik turrets kan maken. Wel alle materialen meegenomen voor turrets als het goed is. Tech turrets. Craft amount 67 en 55. Dan moet ik even rustig aan doen. Zet eerst even beginnen 20 van each of zo. En 20. Ik heb nog meer heavies. Oh, ik heb er nog keiveel, joh. Oké, dan moeten we even mooi alles in gaan delen. Ik wil eigenlijk niks op de grond zetten, maar als het moet, dan moet het. Moet even kijken. Kan wel. Laten we maar gewoon even op de eerste laag beginnen en kijken even wat ik met de grond doe. Oké. Tak. En tak. Tak. Gewoon lekker netjes om en om doen, weet je wel. Zo. En zo. Nou, dat is één reetje klaar. Ja, kijk eens aan. Mooi. Mooi. Nou, dan die kan ook nog even erbij zetten. Zo. Oké. De eerste rij is helemaal klaar. En oh man. Het ziet er zo weinig uit. Ik moet veel meer hebben, ouwe. Dus ik moet even kijken hoe ik dat bij deze muur opgelost. Want dit is maar een klein stukje natuurlijk. Zo. En die turret heeft eigenlijk ook helemaal geen nut. Die zit er een beetje achter te staan. Zo. En zo. Nou, dan doen we hier ook maar meteen een paar turretjes neerzetten. We kijken wel gewoon even hoe het eruit ziet als het er helemaal, als daar helemaal vol staat. Dan moeten we even kijken wat er nog aan moet passen om het beter te maken, weet je wel. Oké, ja, daar heeft geen nut. Daar past niks meer bij. Dan moeten we hier even de boel nog even opvullen. Oké. Nou, dan hebben we deze rij ook. Nog eentje hierboven, denk ik. Ja, maar er zijn ook niet zoveel. Ik denk dat dit... Deze gaat nog, die andere heeft eigenlijk al geen nut meer. Oké, ik heb de turrets nou op elke mogelijke plek staan. Dus we moeten even kijken of we er nog meer moeten pimpen. Of dat we nou even genoegen nemen met wat het is. Ik denk dat het voor nu sowieso wel even zat is, hoor. Maar ja, vooral voor wat er nog allemaal komen gaat. Dan moeten we misschien ook even meer turrets erbij zetten. En vooral die onderste laag. Ik denk dat ik hier wel gewoon turrets erbij ga zetten in de onderste laag. Ja, laat ik dat gewoon wel gewoon nog even doen. En dan is het wel even goed voor nu. Oké, even kijken. Dan beginnen we gewoon hier weer. Tech turretje. Tech turret. Auw, ik zit vast. Heavy. Tech. Oh. Heavy. Tech. Heavy. Tech. Alright, dan hebben we alles staan. Ja, dat lijkt er meer op. De extra reizen doet goed. Dat doet wonderen. Nou, we zetten de boel even aan. Zo, hoppa. Dan zetten we turret range high. Player. Players only. Ja, doe maar een player en team trouwens. Fuck it. Kopjes zijn al turrets en range. En dan staat alles aan hier. Non de knetter. Ja, dat is wel lijpdik hoor. Dat is heel goed. Hoppa, dit kan weg. Dit kan weg. Dit kan weg. Dit kan weg. Een beetje opruimen hier, weet je wel. En dan moet ik hier eigenlijk ook nog een dead wall bouwen. Maar dat doe ik wel in de volgende aflevering. Ik moet al deze turrets nog even vullen. Ik denk dat ik hier... Ja, hier moet ik sowieso een paar turrets neerzetten. Sowieso. Ja. Maar dat doe ik wel even in de volgende aflevering. En dan kunnen we in de volgende aflevering ook even de spullen verzamelen. Eigenlijk voor een volgende boss fight. En... even kijken. Giga's. Heeft wel even meer female giga stemmen, weet je wel. En even giga eitjes hier uit laten komen. Zodat we de breeding voort kunnen zetten. Even de nannies neerzetten. Hatcheries. Al die dingen, weet je wel. Dat is gewoon even belangrijk.
Ja, daarvoor doen we het ook hier, hè. Voor de breeding. Allright, thanks voor kijken en ik check jullie snel bij de volgende video.